Blaasmuziek heeft altijd een grote rol gespeeld in de Limburgse volkscultuur. En iedereen had wel iemand in de familie die lid was van een harmonie of fanfare. Maar hoe zit dat tegenwoordig? En op welke wijze speelt muziekonderwijs aan kinderen hier een rol? De wereld van de harmonieën en fanfare staat vandaag centraal. En tevens nemen we een kijkje achter de schermen van de dans- en muziekschool van Sjoenk. En wij waren op de jaarmarkt in Heerlen. Dit is Culturij. Als we het hebben over de Limburgse volkscultuur, hebben we het over schutterijen, zangkoren en toneelgezelschappen. Maar zeker ook over harmonieën en fanfares. En hoe is het gesteld met dit stukje volkscultureel erfgoed? Daarover praten wij vandaag met mijn gasten aan tafel. Jacques Gielen, bestuurslid en actief muzikant bij Harmonie Sint Cecilia uit Hoensbroek. En André Seerden, verbonden aan de muziek- en dansschool van Sjoenk. Welkom. André, om met jou te beginnen. Waar kunnen wij allemaal terecht bij jullie? Waarvoor? Sjoenk Muziek en Dans biedt balletlessen, danslessen, instrumentale lessen voor bijna elk instrument, ensemblelessen, samenspellessen en alles wat met muziek en samen musiceren te maken heeft. Oké, dus eigenlijk heel breed. Ja, we zijn heel breed en we bieden ook heel breed aan en wij zijn ook op zoek naar heel veel ideeën om muzikaal te verwezenlijken en die aan te bieden aan de leerling die wij in huis hebben, of die wij graag in huis zouden willen hebben. Oké. Wij gaan dadelijk kijken naar een nieuw rubriek. Hè? Dat is, we nemen een kijkje bij schermen bij een van de lessen. Dat kan een muziekles zijn of een dansles zijn. Waar gaan we de eerste aflevering naar kijken? We gaan de eerste aflevering kijken naar een fragmentje dansles. Door een leerling van onze collega Stephanie Rijpkema, die een heel leuk dansje heeft ingestudeerd en dat nu presenteert. Oké. Nog even vooraf, waarom deze rubriek? Waarom nemen wij kijkjes achter de schermen? Ik denk vooral zodat wij als muziek en dans kunnen tonen wat we allemaal in huis hebben, waar we toe in staat zijn, welke kwaliteit we hebben en vooral welke diversiteit we kunnen aanbieden als het gaat om het samen musiceren, het maken van muziek, het bespelen van een instrument en ook het samen dansen uiteraard. Oké, leuk. We gaan eens kijken naar de dansles van Stephanie Rijpkema. Dit is Stephanie Rijpkema in mijn klassieke balletgroepje. Het is pizzadans voor de voorstelling. Sjoenk Dans met Harry is een samenwerking met Harry's vriend en zijn teksten worden gebruikt als inspiratiebron voor de dansen. Ik laat natuurlijk niet alles zien, maar een kleine impressie. Nou, we hebben net een dansles gezien, maar je doet natuurlijk veel meer dan dat. We gaan het vandaag trouwens hebben ook over HFA, dat is de harmonie- en fanfarewereld. Ja. Hoeveel leerlingen hebben jullie eigenlijk? We hebben plusminus 1300 leerlingen op dit moment die naar Sjoenk komen. Ja. Oké. En hoeveel daarvan spelen bijvoorbeeld een blaasinstrument? Ik schat zo'n 30% ongeveer die een blaasinstrument daarvan bespelen. Oké. Ja. Dat is best veel. Dat is best veel, ja. En hoeveel van die leerlingen zijn dan weer verbonden aan een harmonie of een fanfare? De meeste leerlingen zijn daar bij een muziekvereniging verbonden, zijn er lid, spelen daar mee. Ik schat zo'n 75-80% dat wel lid is van een muziekvereniging. Oké, dat is behoorlijk. Ja. Dat is een behoorlijk aantal, ja. En het belang van samen musiceren, kun je dat nog eens onderstrepen? Ja, het belang van samen musiceren is een wezenlijk onderdeel van ons muziekprogramma. Daarvoor hebben we ook heel veel contacten met basisscholen waar we al in een heel vroeg stadium leerlingen laten kennismaken met blaasinstrumenten, maar ook met andere instrumenten. En dat vooral gaat in samenspelvormen.
soms meerdere instrumenten bij elkaar aan het eind van een project. Meestal alle instrumenten bij elkaar, zodat we een hele korte uitvoering kunnen presenteren, de kinderen die daaraan meegedaan hebben. Oké. Okay. En als we het hebben over samen musiceren, dat is natuurlijk een harmonie of een fanfare bij uitstek, het podium om samen te musiceren. Ja. Ja, en dan komen we bij Harmonie Sint Cecilia, dat is bijvoorbeeld zo'n podium. Ja. Opgericht in 1856, overigens eerst als fanfare en vervolgens in 1920 omgevormd tot een harmonie. Ja, klopt. Komen we meteen bij het verschil, leg het eens uit, harmonie en fanfare. Nou, in grote lijnen, hè, harmonie, houtblaasinstrumenten, koperblaasinstrumenten, slagwerk. Fanfare heeft geen houtblaasinstrumenten, dus geen klarinetten, geen fagotten, geen hobo's. Wel saxofoons die eigenlijk ook tot de familie van de houtblazers horen. Dus dat is het verschil in instrumentarium. Dus die hebben een iets andere klankkleur. Je hebt een, ja, het klinkt allemaal wat anders, meer nadruk op koper. Oké. En als ik nou een instrument kies, een blaasinstrument, wat je zowel bij de harmonie als de fanfare zou kunnen spelen. Mm-hmm. Waarom kies ik dan voor een harmonie of kies ik dan voor een fanfare? Ja, er kunnen heel veel redenen zijn waarom iemand een instrument kiest en B, welke vereniging die kiest. Nou, laten we eerst met het eerste stukje beginnen. Ja, met het instrument. Hoe komt een leerling aan de keuze voor een blaasinstrument? Waarom of een trompet of een saxofoon? Ja, nou goed, als je een beetje kijkt naar mijn vereniging in Hoensbroek, hoe dat er weer aan toe gaat. We hebben eigen blokfluitgroepjes en daar starten leerlingen in. En in dat jaar proberen we ze ook wat kennis te laten maken met de vereniging. We doen ook wat momenten samen. Dus ze krijgen een beetje een idee welke instrumenten er in de vereniging gespeeld worden. In de keuze speelt dat mee. Ze worden ook uitgenodigd om het uit te proberen. En vaak is toch het instrument waar ze toon uit krijgen, wat lukt meteen de eerste keer, daar kiezen ze vaak ook voor. Dus dat is een moment van kiezen. Soms komen we wel eens leerlingen tegen die heel specifiek weten van ik wil dit, ik wil trombone spelen of ik wil slagwerk spelen en daar blijven ze ook bij. En moet je ook niks anders in de handen duwen of dat. Oké, dat is een hele bewuste keuze. Ja. We hoorden net, die zei 75-80% van jullie leerlingen die een blaasinstrument speelt, is verbonden aan een muziekgezelschap. Ja. Hoe belangrijk is het muziekonderwijs voor met name dan harmonieën en fanfares? Nou, in het algemeen denk ik dat muziekonderwijs voor in ieder belangrijk is. Voor ieder kind, in welke ontwikkelingsfase, leeftijdsfase dan ook. Specifiek voor de blaasinstrumenten denk ik gewoon, of voor de blaasmuziek, is het gewoon ook dat je in ieder geval een podium krijgt waar je met anderen, met heel veel anderen, samen kunt spelen. Geldt ook wel voor andere instrumenten. Bandjes, popgroepen en dergelijke spelen ook samen. Dat zijn meestal kleine combinaties. Hier trekt soms het massieve, het massale, het grootste wat een muziekvereniging uitstraalt, trekt die specifieke leerling aan om bij zo'n muziekvereniging te willen spelen. En de basis, het leren blokfluit spelen, het leren samen musiceren, daar hebben jullie een speciaal project van gemaakt. Ja, dat hebben we nou voor het tweede jaar gedaan. Andere jaren hebben we het altijd gewoon buiten de scholen omgedaan. Dit jaar zijn we in de scholen gegaan, we hebben 10 blokfluitlessen onder schooltijd voor de hele klas. Dus ook die eigenlijk er niet zoveel zin in hebben of er niet zoveel affiniteit mee hebben, toch om te proberen wel iedereen in contact te brengen met muziek. Ja, dus dat ze toch geprikkeld worden. En die 10 weken, dat was niet voor niks, want op 1 april namelijk traden de jonge blokfluiters samen met het jeugdorkest van Harmonie Cecilia voor het voetlicht voor de eerste keer en wij waren erbij. Wij hebben met deze groep 9 weken hebben wij geoefend op de blokfluit. En al die liedjes die wij geoefend hebben, die hebben we vanavond gespeeld voor jullie. Ik heb 1 groep 6 gehad. En dan merk je met name in die groep dat er kinderen zijn die denken van maar dat blokfluiten, dat is niks voor mij. En die gaan dan al niet meedoen om te beginnen. En ja, eigenlijk na 3 weken
deed gewoon daar ook iedereen mee. En muziek maken is natuurlijk best lastig als je moet beginnen met noten lezen. Maar omdat heel veel auditief gedaan werd met luisteren en naspelen. En je merkt ook dat sommige kinderen kunnen echt op het blaadje kijken. Andere kinderen die zijn veel meer bezig met op mijn vingers kijken. Wat ik doe, doen zij na. En er zijn ook kinderen die kijken overal en die spelen echt op gehoor. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi om te zien. Het is gewoon een proces waar je ze in meeneemt. Dus voor de meeste kinderen echt onbekend. Wat ze wel heel leuk vinden. En zeker als je dan We Will Rock You kunt spelen. Dat vonden ze fantastisch. Ja. Nou, we hebben dus gedacht van, ja, je kunt ze de instrumenten laten proberen. Maar die drempel is best hoog om de kinderen te zeggen van, nou ja, je kunt rondlopen en dan kun je wat instrumenten gaan proberen. Dus ik heb gezegd van, misschien tegen de harmonie, van misschien is het leuk als we daar iets aan vastkoppelen. Dat ze ook echt bezig zijn, dat ze gewoon actief iets moeten gaan doen. En ben ik gekomen met het idee om een fotospeurtocht te doen. Met allemaal foto's van de verschillende instrumenten. Of stukken van foto's van het instrument. En dan kunnen ze sneller die stap zetten om ook eens te proberen. Ik ben sowieso super tevreden dat er gewoon zoveel kinderen ook echt naar het optreden komen. Want dit is in principe buitenschools. Kijk, onder schooltijd, ja, iedereen is op school, dus ze moeten allemaal meedoen. Dit is toch iets waar ze vrijwillig naartoe komen. En als ik dan zie dat er van twee klassen zoveel kinderen hier zijn, ja, dan doet mij dat goed. Dan denk ik van, ja, heb je wel iets neergezet. En ik denk dat het uiteindelijke resultaat niet zozeer is dat ze het allemaal perfect spelen, maar dat ze wel allemaal geproefd hebben hoe leuk het is om muziek te maken. En ik denk dat dit ook ontzettend goed geslaagd is. Als ik kijk naar harmonieën en fanfares en andere muziekgezelschappen in de tegenwoordige tijd, zit er een groot verschil met vroeger, laat staan 30, 40 jaar geleden? Jawel, het is toch een groot verschil. De maatschappij is veranderd, de tijden zijn veranderd. We moeten nu echt meer doen om jeugd erbij te halen. Vroeger ging dat een beetje vanzelf, dat is nu zeker niet meer zo. Repertoire verandert daardoor ook. Hè. Dus dat is ook een beetje aantrekkelijk voor jeugd maken. Dus ook wel moderne muziek, amusementsmuziek, lichte muziek, crossovers met andere disciplines. En als je jong bent en je hebt je eerste instrument te pakken en je bent aan het oefenen, en hoe leuk is het dan om uiteindelijk voor een publiek en voor een jury te laten horen hoe ver je bent? En op 13 maart waren wij bij het HAVA solistenconcours in de muziekschool in Hoenzhoek. Dat doen op dit moment volgens mij over de 50 mensen doen mee. We hebben volgens mij 55 deelnemers over een stuk of 6, 7 instrumentsoorten. En in verschillende categorieën toch? We beginnen met de startersdivisie. Om 1:30 zijn we begonnen. En we gaan dan van 5, 4, 3, 2, 1. Dat zijn dan echt onze uitmuntendste leerlingen die dan in de eerste divisie aantreden. De starters, dat zijn de kinderen die allereerste keer op een solistenconcours deelnemen. En dan hebben wij gewoon binnen onze sectie hebben we afgesproken als leerlingen met een bepaald diploma, die een bepaald diploma in bezit hebben, dat die ook in een bepaalde divisie dan optreden. Ik speel het instrument slagwerk. Dus eigenlijk alles wat met ritme te maken heeft, marimba, snaredrum en alles wat je daar maar mee kunt bedenken, pauken, noem maar op. Je mag zelf een stuk bedenken. Je mag kiezen van ik wil het doen op een snaredrum of op een marimba. Marimba is gestemd, dus met tonen. En snaredrum is gewoon ritmisch. En dat stuk ga je dan voorbereiden en dat speel je dan voor een jury. En het wordt dan beoordeeld door die jury. En daar krijg je dan punten voor. En dan zoeken we ook een solo uit die daarvoor in die divisie bestemd is. En dan, dat is de structuur eigenlijk. Iedere winnaar krijgt een beker. En geen wisseltrofee. Het is een bekertje wat ze gewoon in de kast thuis mogen zetten. En zoals heel veel muzikanten, professionele muzikanten die ooit, heel lang geleden ook, ooit een beker hebben gewonnen, hebben die dat ook nog altijd ergens in de kast liggen. Zo gaat dat gewoon. En er zijn echt leerlingen die daar echt op gebrand zijn om die beker te winnen. Het is heel leuk om dat te zien. En daarbij zie je dus ook opmerkingen hoe je iets beter kunt doen.
en wat je goed hebt gedaan, zodat je weet van dit kan ik de volgende keer anders doen. Dit is de derde keer dat we het organiseren en dat doen we één keer per jaar. Dus we doen het sowieso altijd voordat de andere solistenconcoursen van start gaan. Dus ik heb ook in het begin van de middag heb ik gezegd dat dit eigenlijk een soort try-out is voor de kinderen, voor de deelnemers. En zodat ze dan, kijk, hier wordt nog heel positief beoordeeld. Dus hier gaan de kinderen ook sowieso met een positief rapport gaan ze naar huis. Staat in waar ze op moeten letten in het volgende optreden. En ja, zo hebben ze er ook nog wat aan. We hebben wel heel veel leerlingen die echt op leeftijd zijn. Maar we, ondanks het vragen, hebben die zoiets van nou, laat deze beker aan mij voorbij gaan in ieder geval. Maar we hebben wel een volwassenenconcert, 18 plus concert. En daar zijn zij natuurlijk van harte ook uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Maar daar is geen beoordeling aan verbonden, snap je? Dus dat is voor hun, die drempel is iets minder groot voor hun. En is het alleen voor leerlingen van Schunk? In eerste instantie leerlingen van Schunk, maar ook voor de leden van verenigingen die bij ons zijn aangesloten. Die mogen ook meedoen. Maar heb je al eerder voor gespeeld? Ja, al vaker. Gewoon ja, op solistenconcoursen en al die dingen, dan speel je wel vaker. Okay. En hoe ging dat? Ja, dat ging altijd wel goed. Ben je wel een beetje zenuwachtig nu? Nee, niet echt. Ja, ik zie wel wat er vanuit komt, dus ik ben niet echt zenuwachtig. Ik ben best wel zenuwachtig, ja. Hoe kan dat? Omdat er natuurlijk altijd wel wat kan misgaan. Want ja, zenuwachtig ben je meestal altijd wel. Omdat je bang bent dat je iets fout doet of zoiets. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Waar harmonieën en fanfares onderdeel zijn van de Limburgse volkscultuur, zijn dat de markten en braderieën zeker ook. En het marktseizoen wordt ieder jaar in Heerlen geopend met de Jormaat. Het is een grote sfeervolle markt met boeken, muziek, bloemen, planten, Limburgse streekproducten en een straatmuzikantenfestival en nog veel en veel meer. Hoe gaan de zaken vandaag? Ja, heel erg goed. Ja, heel veel leuke mensen. Mensen zijn heel enthousiast, ze vinden het heel leuk. Maar ze zijn wel zo van, mogen we dat pakken of moeten we dat betalen? Maar het is echt super. Ja, ja, heel leuk, heel gezellig. Ja. Wij promoten de aardbeien en de asperges voor de familie Ruiter en voor de familie Schiffer. En de rest van de dingen, wij geven het gratis weg. Dat is daar promotie van de gemeente Heerlen. Al veel publiek gehad vandaag? Ja, het valt me niet tegen. Het is altijd heel wat rustiger als op de rest van de markt, maar op zich heb ik best veel aanloop en veel mensen die me vragen stellen, die ik dan ook altijd graag beantwoord. Dus, En hoe reageren mensen dan als ze u aan het werk zien? Nou, ze vinden het leuk om mensen aan het werk te zien, want ja, je kunt in de kraam kijken. Als je niet van plan bent iets te kopen, dan ben je snel uitgekeken. Terwijl als je iemand aan het werk ziet, dan heb je wat meer aanleiding om vragen te stellen en om eens te kijken wat is het eigenlijk voor een hobby, hè?
Nou, dankjewel dat jullie ons en de kijkers een kijkje hebben gegeven in de wereld van de HAFA, van de harmonie en fanfare en het belang van het muziekonderwijs en ook de leuke samenwerking tussen deze twee partijen. Ja, dankjewel. Jacques Gielen van Harmonie Sint-Cecilia en André Seerden van de Dans- en Muziekschool Junk in Heerlen. Dankjewel. Dankjewel. En dan is het weer tijd voor onze wekelijkse cultuuragenda. Op 29 april kunt u naar Ivo en de Lotgenoten in Parkstad Limburg Theaters. Een avond vol Limburgstalige popmuziek onder leiding van Ivo Rosbeek. En op 1 mei kunt u deelnemen aan de lentewandeltocht in Ubachsberg. En ook op 1 mei kunt u de expositie bezoeken van Sabrina Schelker, een jonge kunstenares met experimenteel werk in het Blauwe Huis in Heerlen. En we zijn nog steeds op zoek naar kindverslaggevers. Dus niet bang om te presenteren en wil je graag op tv, meld je dan snel aan via onderstaand mailadres. Dit was het voor deze week. Volgende week aandacht voor Bevrijdingsdag. Bedankt voor het kijken. Dit was Culturij.